Ik heb vandaag voor jullie eindelijk een skincare routine. Deze video is best wel vaak aangevraagd. Dus ik dacht, we gaan hem gewoon een keertje doen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb nooit echt problemen gehad met mijn huid. Ik heb nooit echt pukkeltjes gehad. Ik heb geen droge huid. Ik heb geen vette huid. Soms in de winter kan ik een beetje een droge huid hebben. Maar over het algemeen heb ik gewoon een hele makkelijke, simpele, normale huid. Maar ook ik word ouder. Of althans ouder. Ik ben nu 23. En ik wil gewoon heel graag voorkomen dat mijn huid er sneller slecht uit gaat zien. Dus sinds kort ben ik gewoon heel erg bezig met skincare. Vind ik het heel erg leuk om te doen. En heb ik een beetje een eigen skincare routine opgebouwd, denk ik. En voor mij werkt het heel erg goed. Mijn huid... Ja, ik zal eventjes inzoomen. Ik hoop dat die scherp stelt. Maar ja, mijn huid heeft wat... Nou, niet echt per se pigmentvlekken. Maar meer gewoon veel moedervlekken en zo. Maar goed, dat heeft iedereen denk ik wel. Dus ik ga in deze video aan jullie mijn skincare routine laten zien. Alle tips zijn altijd welkom. Want ik weet ook nog steeds niet alles. Ik heb heel veel op TikTok opgezocht. Maar goed... jullie tips zijn ook altijd welkom, dus laten we snel beginnen. Eigenlijk zijn mijn ochtendroutine en mijn avondroutine echt vrijwel hetzelfde. Het enige verschil is dat ik 's ochtends mijn make-up er niet hoef af te halen. En 's avonds doe ik dat dus wel. En dat doe ik met deze make-up remover van La Roche-Posay. Die vind ik echt heel fijn werk. Met gewoon een watje. Dus dat is iets waar ik in de avond mee begin. En in de ochtend begin ik met mijn cleanser voor mijn gezicht. En deze is ook van La Roche-Posay. En dit is de Eva Claire. Geen idee. Ik vind hem in ieder geval echt heel erg fijn. Hij gaat best wel lang mee. Ik gebruik hem nu al een maand lang. Iedere ochtend en avond. En ik zit echt nog heel erg veel in. Maar ik begin eigenlijk altijd met zo'n dingetje om mijn hoofd te doen. Zodat mijn haar niet helemaal nat wordt. Het ziet er niet heel charmant uit. Maar het werkt wel. En dan maak ik dus eerst altijd mijn gezicht een beetje nat met water. Zo. Mijn gezicht is lekker nat. En dan pak ik dus dit dingetje erbij. En dit is gewoon zo'n... ding die je aan kan zitten en dan trilt hij ook helemaal. En daar maak ik mijn gezicht gewoon mee schoon. Het ziet er een beetje raar uit, dit apparaat, maar het werkt wel. En daar doe ik gewoon één pompje van op van die reinigingsgel. En dan zet ik hem aan en dan ga ik gewoon ronddraaien en bewegingen over mijn gezicht maken. Zodat het lekker gaat schuimen en gewoon heel mijn gezicht goed schoon wordt. Ik doe dit 's avonds dus ook. En ik vind dit 's avonds vooral heel belangrijk omdat je dan echt goed al je make-up eraf haalt. En 's ochtends vind ik dit ook gewoon heel erg lekker. Want soms heb je nog wat restjes make-up op zitten. Vaak niet eigenlijk. Maar ik vind dit gewoon heel erg lekker om lekker wakker te worden. En dan heb ik echt het gevoel dat mijn gezicht lekker schoon is. En soms in je slaap zweet je natuurlijk ook. Dus dan, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel erg lekker om dit ook 's ochtends te doen. Zodat mijn gezicht gewoon echt goed schoon is. En ik maak gewoon van die ronddraaiende bewegingen over heel mijn gezicht. En ik moet echt zeggen, sinds ik dit doe... voelt mijn gezicht zo veel zachter aan dan eerst. Wel, mijn gezicht was eigenlijk altijd al best wel zacht. En daar heb ik echt problemen mee gehad. Maar ik vind het zo lekker om dit te doen. Ik weet niet, ik merk gewoon echt heel erg verschil aan mijn huid. Dus ja. En dan pak ik mijn micellairwater erbij. Want ik vind het gewoon lekker om daar nog eventjes met een badje met water over mijn gezicht heen te gaan. En ik gebruik deze van La Roche-Posay. Vind ik ook heel erg fijn. Zoals je kunt zien. En dan pak ik gewoon heel simpel een watje. En daar ga ik gewoon nog eventjes mee over mijn gezicht. En als het goed is, komt er dan helemaal niks meer vanaf. Dit is eigenlijk altijd een beetje het gedeelte wat ik in de badkamer doe. De rest doe ik altijd in de woonkamer. Dus daar gaan we nu heen. Sinds de dag waar ik hier woon, doen we eigenlijk echt altijd onze make-up hier aan de kleine tafel. Ik heb hier ook een... spiegeltjes staan en hieronder staan ook altijd onze make-up tassen. Ik weet niet, het is gewoon, het licht is hier heel chill om je make-up te doen. Dus hier doe ik dus ook eigenlijk altijd de rest van mijn skincare. Ik begin altijd met deze vitamine C serum van L'Oreal. En ik weet niet, ik vind deze echt heel fijn. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik nog geen ander vitamine C serum heb geprobeerd. Dus ik kan het ook niet echt ergens mee vergelijken. Maar tot nu toe vind ik deze wel heel erg fijn. En je krijgt er gewoon zo'n mooie glow van ook op je gezicht. En die smeer ik eigenlijk gewoon helemaal uit met mijn vingers. En ik doe echt mijn skincare op een gevoel waarvan ik denk, oké, dit is oké, dit is goed. Ik heb ook best wel veel TikToks erover gekeken wat belangrijk is voor je huid, bla bla. Maar ik zal natuurlijk ook nog steeds niet alles weten. Dus als je nou nog tips hebt, mag je die altijd achterlaten, want... ik kan het altijd gebruiken. Iets wat ik soms in de winter doe, maar eigenlijk in de zomer nooit, is deze gezichtsolie van Charlotte Tilbury. Want in de winter kan je huid gewoon wat droger zijn door het weer. In de zomer heb ik er eigenlijk nooit echt last van.
Dus ik ga dit nu ook niet doen, want mijn huid heeft het nog niet echt nodig. Maar dit is dan iets wat ik bijvoorbeeld op mijn gezicht smeer. En eigenlijk alleen 's avonds, overdag doe ik dit niet, want dan vind ik het weer iets te vettig of zo. Maar soms gebruik ik die dus in de winter in de avond. Dan ga ik door met het hyaluronzuur van Garnier. Die vind ik ook echt heel erg fijn. Die doe ik dan na mijn vitamine C aanbrengen. En hyaluronzuur, ik kan het altijd zo slecht uitspreken, helpt ook weer het vocht terug te brengen in je gezicht. En ik weet niet, gewoon sinds dat we ouder worden, of nou ja, ik ben 23, dus zo oud ben ik nog niet. Maar ik wil gewoon echt voorkomen dat ik snel rimpels ga krijgen of dat mijn huid er slecht gaat uitzien of weet ik het wat. Dus, en ik weet niet, ik denk dat tegenwoordig sowieso heel veel mensen wel meer interesse hebben in skincare. En ja, dit verdeel ik eigenlijk altijd allemaal gewoon met mijn handen over mijn gezicht heen. Niet heel. Vaak heb ik dan ook nog even een waaier. Want soms, door al die lagen over elkaar heen, voelt het echt heel erg nattig. En als ik dan nog meer laag doe, voelt het echt. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon even lekker om met die waaier eroverheen te gaan. Want dan voelt het alsof het gewoon echt goed aan het intrekken is. Dan ga ik over naar iets wat eigenlijk hier een beetje wel op lijkt, vind ik. Maar ik vind het allebei gewoon hele fijne producten. Dus ik gebruik ze gewoon allebei. En dit is de Vichy Mineral 89. Heeft dus weer een beetje hetzelfde effect als die van Garnier. Het herstelt gewoon je vochtbarrière, zo noem je dat volgens mij, in je huid. En ook die verdeel ik weer gewoon over heel mijn gezicht heen. En ook een beetje in mijn nek en in mijn hals. Oké, mijn camera is bijna leeg, dus ik moet een beetje opschieten. Maar daarna ga ik door met een dagcreme. En voor 's avonds en 's ochtends gebruik ik wel een andere. Voor 's ochtends gebruik ik deze. Omdat die gewoon ietsjes lichter is. En dat vind ik gewoon chill voor overdag. Dat het niet zo'n vette laag is. En voor 's avonds gebruik ik van Vichy de Slow Age. Omdat we rimpels willen voorkomen en geen rimpels willen. Dus daar gebruik ik die voor. Die is iets dikkiger. Dus dat vind ik voor 's nachts wel lekker. Maar voor overdag gebruik ik dus de Vichy Aqualia Terminal. Omdat die dus gewoon lekker licht is van structuur. En dat, ja, ik vind dat gewoon heel erg lekker voor overdag. Dus die smeer ik op. Ik ben wel echt nog oprecht op zoek naar goede oogcreme. Dus hebben jullie nou een tip voor een oogcreme of iets? Laat even weten, want die heb ik eigenlijk niet. En die wil ik wel heel graag. Nu smeer ik altijd gewoon dit ook onder mijn ogen en al mijn andere skincare. Zou ook wel goed zijn, maar eigenlijk wil ik gewoon ook nog een speciale oogcreme erbij. Dus als jullie daar tips voor hebben, laat het me weten, AUB. Zo. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk om je gezicht te beschermen. En ik moet zeggen dat ik dit niet altijd doe. Want soms vind ik het ook een soort van hele vettige waas geven. Maar als ik SPF gebruik, is het deze van Paula's Choice. Speciaal voor je gezicht. Deze valt wel mee hoe vettig het is. Dus dat vind ik heel erg fijn. En het heeft SPF 50. En het is ook voor dagelijks gebruik deze. En daar doe ik ook niet zo heel erg veel van. Gewoon een klein beetje. En dat verdeel ik dan gewoon goed over mijn gezicht. Ik weet niet, ik heb dit eigenlijk nooit echt gedaan. Maar als je rimpels wil voorkomen, is dit natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk. En ik vind dus ook dat deze niet zo'n hele vette waas achterlaat. En dan als allerlaatst gebruik ik altijd iets voor op mijn lippen. Nu heb ik toevallig deze van Bijou. Oké, heel leuk. Mijn camera was leeg. Dus heb ik eventjes in de oplader gedaan. En ondertussen heb ik mijn make-up gedaan. Daar staat ook een make-up routine van online. Ik heb nu niet zo uitgebreid mijn make-up gedaan. Ik heb gewoon wat. Ik heb gewoon mijn wenkbrauw een beetje gedaan. Mascara, concealer. That's it. Dus bij deze wil ik de skincare routine afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik weet niet hoe lang de video is geworden. Maar dit is eigenlijk altijd een beetje wat ik 's ochtends en 's avonds doe. Van 's ochtends en 's avonds verschilt het dus een klein beetje. Maar in principe gebruik ik gewoon bijna altijd dezelfde producten. Alleen 's avonds haal ik ook nog mijn make-up eraf met make-up remover. En ik heb een andere nachtcreme en dagcreme. Maar verder is eigenlijk altijd alles wel een beetje hetzelfde. Ik weet niet, voor mij werkt het gewoon heel erg goed. Mijn huid voelt gewoon lekker zacht aan. En ik merk ook gewoon echt sinds wanneer ik mijn skincare doe, dat mijn make-up ook gewoon beter zit. Dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Hebben jullie nou nog tips? Laat dan eventjes weten voor een goede oogcreme of andere tips waarvan jullie denken, dit doe je echt verkeerd, dit moet je echt anders doen. Alle tips zijn altijd welkom. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer.